Voor wie het niet gevolgd heeft, op Sailing Energy stond een artikeltje over Scallywag. Die in één keer een haakse bocht maakte, twee keer zelfs, naar aanleiding van een... Naar aanleiding van een mailtje van Race Control. Ja, wat gebeurde er toen eigenlijk? Wij zagen het al, 60 mijl van tevoren dat we ze er recht op afgingen. Waar gingen ze recht op af? Op een rif. Ja. Ze gingen recht op een rif af. En op die afstand is een koerswijzer van 5 graden voldoende om er ruim bij langs te varen. Dus we dachten, nou, we wachten gewoon, want het kan nog altijd. En toen op een gegeven moment, toen we zeker wisten dat ze wel in de navigatiecomputer zouden kijken vanwege een positierapport. Als er dan nog geen acties ondernomen zou worden, dan zou een e-mailtje sturen. Dus er werd nog steeds geen actie ondernomen. Dus toen hebben we een e-mail gestuurd. Toen ze een mijl of 15 van het rif waren. Zodat we ook nog tijd hadden om te bellen eventueel, als er daar niet op gereageerd werd. En toen kwam er die reactie. Ja, oké. Okay. Ik wil even kijken naar een filmpje van de tracker waarop je ziet wat er gebeurde. Ja. Kijk even mee. Ja, je ziet dat Scallywag die grijze boot in één keer rechts afslaat. Dat is het moment dat ze de e-mail, denk ik, hebben gekregen. En ze realiseren dat ze inderdaad recht om een rif afvaren. Ja. Eerst er rechts bij langs willen gaan. En blijkbaar zegt iemand aan boord van dat is te ondiep. Terwijl je die lijn, die gele lijn, dat is Brunel, die is er overheen gevaren. Daar is het 50 meter diep, zij zeg maar. Zien ook dat Brunel daar gevaren heeft, hè? Dat moeten ze kunnen zien, ja. Want zij krijgen die positierapporten en dat wordt dan in het programma gezet. En dan zie je de route, de koers die de andere boten hebben gevaren. Dus je ziet dat zij er overheen zijn gevaren. Ja, maar zij hebben niet zo'n mooie trekker aan boord als wij thuis in onze leunstoel. Nee, maar zij hebben hun eigen trekker. Ja. Of trekker, dat zit in de software. Want wij gebruiken deze trekker ook niet, want dit is pas na de tijd. Ja. Wij gebruiken de data die we live zien en zien dat in hetzelfde programma als zij hebben aan boord. Maar wij zien het elke 6 minuten en zij zien het elke 6 uur. Dat is het verschil natuurlijk. Wat is hier? Dus je ziet dat ze een haakse, ze gaan eerst rechtsaf en dan keren ze helemaal om, 180 graden de andere kant op. En gaan ze de andere kant langs het rif, wat boven water uitsteekt natuurlijk. We gaan het niet over Wouter hebben, maar Wouter had ook wel zo'n mailtje willen hebben, vlak voor het rif. Dat denk ik wel. Ja. En wij zien dat natuurlijk ook gebeuren en dat hadden ze aan boord ook kunnen zien. Als je die riffen markeert, dan hoe ver je ook uitzoomt op de kaart, want dat is het probleem. Dat als je ver genoeg uitzoomt, dan zie je het rif niet meer, maar door die markering blijf je het altijd zien. Ja. Hoe dan ook. Ja. Iets heel anders. Moeten we wel in zulke drukke gebieden varen waar je zoveel eilanden, riffen hebt? Is dat wel... Natuurlijk. Ja? Ja, natuurlijk. Is dat de uitdaging? Nou, nee, maar dat is gewoon navigatie 101, zoals ze dat zeggen. Dat is de basis van het hele gebeuren. Ja. En, want dan zou je ook geen kousweek meer kunnen doen in Engeland, waar het hartstikke druk is en allemaal banken in toestand. Dan zou je nergens meer kunnen varen. Dus dat is geen enkel excuus.